Maar heel even over de Nederlandse verkiezingen, mevrouw Halsema. Vandaag weer een peiling geweest. Het gaat goed met de partij van Job Cohen en het gaat goed met de partij van meneer Van Balen. Die zijn ongeveer even groot. Dus die gaan de dienst uitmaken, hè? Dat zou zomaar kunnen, maar we zitten ook nog 5 weken van de verkiezingen af. En er kan volgens mij ook nog heel erg veel gebeuren. We hebben de afgelopen jaren ook partijen op zien komen. Plotseling 27 zetels en 3 maanden later 1 of 0 zetels. Dus daar is heel weinig over te zeggen. Ik ben wel heel erg benieuwd tot wat voor coalities het uiteindelijk zal gaan leiden. Want dat betekent natuurlijk wel dat de grootste partijen hom of kuit moeten gaan geven. Maar het betekent ook dat heel veel mensen die bijvoorbeeld denken, mijn hart zit links, dan stem ik maar op Cohen, want dan wordt hij de grootste. En dan, ik ga een stem op GroenLinks is dan een verloren stem. Ja, ja, het gevaar bestaat dat mensen zo redeneren. Alleen hoort daar directe waarschuwing bij. Je stemt Cohen en je krijgt het CDA er gratis bij. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren ook gebeurd. En het grote probleem daarbij is natuurlijk ook nog eens dat zowel Partij van de Arbeid als CDA eigenlijk de minst duidelijke partijen zijn op dit moment. Zowel het CDA als de Partij van de Arbeid geven eigenlijk heel weinig inzicht in hun programma. Maar ze geven ook geen inzicht in hun voorkeuren voor regeringen. Dus het kan goed zijn dat je denkt strategisch te gaan stemmen, maar dat je wel een miskoop doet. U heeft toch theegedronken met Cohen, dacht ik? Koffie. Koffie zelfs. En toen heeft u het gevraagd, neem ik aan. Ja, nou ja, kijk, voor mij is de inzet natuurlijk heel helder. Dat is, ik heb een grote voorkeur voor een progressieve coalitie. Ja, hij ik ook? Kan tellen. Dat is voor mij onduidelijk op maar dit moment. Maar u heeft toch wel gevraagd? Natuurlijk, maar het is me nog onduidelijk. U gaat toch niet zeggen dat als je Job Cohen een vraag stelt, dat hij daar geen duidelijk antwoord krijgt? Ja. Ik weet het niet. Ik heb gisteren naar uw uitzending gekeken en ik moet zeggen dat hij daar ook het antwoord wel wist te ontwijken. Het kan natuurlijk ook aan uw vraag hebben gelegen. Zal vast. Hij knikt natuurlijk heel minzaam steeds, dat zie je. Hè? Dus er geeft geen antwoord. De twee grote partijen, de Partij van de Arbeid en CDA, zijn natuurlijk altijd machtspartijen. Ja. Dus het maakt ze geen fluit uit met wie ze regeren, als ze maar regeren. En ze willen een van de twee moeten grootste zijn. Dat is net als bij de Conservatives in Groot-Brittannië en bij Labour. Dus het is heel goed dat mensen eens nadenken wie op rechts wil stemmen. Wie is nou de partij die het meest duidelijk is? Nou, dat is de VVD. We gaan het niet net. En op links zou ik dat ook aanraden. Kijk eens wie echt standpunten inneemt. Ja. Dus u weet wel welke coalitie u zou willen hebben? Ik denk dat het niet logisch is om met de Partij van de Arbeid een coalitie te vormen. Want daar zit veel te veel ruis tussen. Maar met wie wel was de vraag? Dat moet blijken, want in de verkiezingsstrijd, want het is nog niet gewonnen. Dus u bent ook niet zo duidelijk eigenlijk? Zelf zou ik zeggen, het mooiste is als een centrumrechtse coalitie. Waar bestaat dat dan uit? Dat is dan VVD, CDA en? Nou, dan eens kijken wie moet aanschuiven. Ja, kijken wie moet aanschuiven. Bijvoorbeeld maar een partij. PVV en D66 is nogal een verschil. Wij sluiten niemand uit. Het zal moeten blijken wie het met ons eens is. Wat is uw voorkeur? Want u kent die verkiezingsprogramma's, kent u wel. Dus wie het met u eens is en niet, dat weet u wel. Laten we zo zeggen, ik kan me voorstellen VVD, CDA, D66. Maar misschien dat dat niet kan, we zullen het zien. Ja. Maar de VVD moet eerst de verkiezingen winnen, want de peiling is niet voldoende. Ja. Gaat u het doen? Gaat u het doen als het u gevraagd wordt? Wat ga ik doen? Minister worden. Mark Rutte heeft ongetwijfeld een lange lijst met goede mensen. En ik zit in Brussel. Ja, dus u bent niet beschikbaar? Ik ben nog niet gebeld. Nee, maar u bent ook niet beschikbaar. Dat is onzin om daarop te speculeren. Nou ja, maar daar gaat het niet om. De mensen hebben u gekozen om in Brussel te zitten. Dan ga je niet opeens minister worden. Dat zou wel heel raar zijn. Eerst verkiezing moeten hebben. Dat is oude politiek. Nee, arrogantie is nu alles al verdelen. Die wordt dit, die wordt dat. De VVD moet eerst de peilingen waar gaan maken. En daar moeten we aan werken. Buitenlandse zaken of defensie? Brussel. Sorry? Nou ja, ik vind eigenlijk wel dat je dit soort helderheid al moet geven. Over je eigen ambities en je eigen coalitievoorkeuren. Zeker als je een partij bent met een bijna vanzelfsprekende toegang tot de macht. Als Partij van de Arbeid en CDA. En ik vind het bij de PvdA dus ook echt verontrustend dat ze de fout van 2006 dreigen te gaan herhalen. Want toen heeft Wouter Bos natuurlijk ook nooit een voorkeur uit willen spreken. En eindigde die met de man waarmee die het hardst gevochten had in de campagne. En nu lijkt zich eigenlijk een herhaling te gaan voordoen. En de Partij van de Arbeid zou er wat mij betreft echt wijs aan doen om eens een keer te zeggen, bedoel, we weten niet hoe de meerderheden gaan liggen, maar hier liggen onze voorkeuren. Ja, maar kijk, de Partij van de Arbeid, mevrouw Halsema moet ook nog de peiling gaan waarmaken, want de heer Cohen is een beetje binnengehaald als de grote verlosser. Job Cohen komt. Maar dat geldt voor iedereen. Nu is hij er. En je hoort weinig van hem, dus het moet allemaal blijken. Iedereen, dat geldt voor uw partij, voor de mijne, we moeten waarmaken. Oké, we gaan straks.